Ik denk dat we iedere dag beter ingericht zijn. Dat we ook daar als rechtsstaat iedere dag voor de stap naar voren moeten doen. En we kunnen ook niet wijken voor deze vorm van geweld. Dus er is geen andere weg dan hier tegenop te blijven treden. Met alle middelen die we hebben. En te zoeken naar nog meer middelen om dit te beperken en te begrenzen. Ja, meneer Plasman, vanuit uw vakgebied, vindt u dat we in Nederland hier goed genoeg nu op ingericht zijn? Nee, absoluut niet. Ik ben er heel somber over. Als je dit te lijf wil gaan, dan moet je er zicht op hebben wat hierachter zit. Aanwas van nieuwe jongens, nieuwe mannen. Ik denk dat er ook vrij veel figuren zijn die nog helemaal niet in beeld zijn. Nee. Maar Dagje is ook heel lang niet in beeld geweest. Nee. Heeft kunnen groeien dankzij de aandacht op anderen gericht. Ja. Dat gebeurt weer. Als je dit als rechtsstaat te lijf wil gaan, moet je zorgen dat je rechtsstaat goed in elkaar zit om te beginnen. En ja, het is somber om te zeggen, maar het begint bij de opsporing. De stemming daar, hoe dat in elkaar zit, hoe daarover wordt gedacht, is gewoon uitermate triest. Laten we